Ik ben wel blij met mijn haar. Dat is niet altijd zo geweest, maar nu ben ik er blij mee. Omdat het toch anders is. Vroeger was mijn haar natuurlijk best wel anders dan andere mensen. Dus toen vond ik het wel moeilijk om het bijvoorbeeld los te dragen of anders te dragen. En nu denk ik juist ook dat het goed is om het anders te hebben. En dat ik daar ook trots op mag zijn. Ja, dat het eigenlijk ook wel leuk is om anders te zijn. Ik krijg wel eens complimenten over mijn haar. Soms willen mensen ook aan mijn haar zitten, soms ongevraagd. Dus dan denk ik wel, oké, dat hoeft ook weer niet. Als ik 's ochtends opsta, dan, nou ja, soms dan zit het gewoon en dan sta ik gewoon op en dan is het gewoon ready to go. Anders ga ik douchen en dan maak ik nat en doe ik allemaal spul in. En dan, maar het is elke dag wel, kan het wel weer anders zitten. Om mijn haar in 2 vlechtjes te krijgen, ja, dan maak ik het gewoon nat en dan vlecht je het in. Nu had ik het eerst gesteld, want ik vond het leuk om deze stijl te hebben. Dus had ik een dagje stijlhaar. Als ik mijn haar gesteld heb, dan heb ik best wel veel haar. En zit het niet helemaal strak langs mijn hoofd, maar alsnog best wel dik. En een beetje pluizig. Dus ze lijken er echt een heel ander persoon door. Ik vind het veel leuker als ik krullen heb.